een van de meest gestelde vragen in de game history van altijd is gewoon eigenlijk: wanneer komt Half-Life 3? De vraag die eigenlijk nooit is beantwoord en misschien ook wel nooit beantwoord zal worden. Maar Valve is zijn gieren. Ze maken een game in 2007 en ze eindigen die game niet eens. Er is een open einde en ik zit al sinds 2007 te wachten. Dat is gewoon fucking 7 jaar. Ik zit 7 jaar te wachten op een game en dat is niet normaal. Maar wel tof om even te let's playen. Een klein leuk stukje te laten zien. Half-Life 2 episode 2 op Biotown. Ik heb gewoon lekker een nieuw game gedaan, dames en heren. En ik zit hier in een trein, metro, iets met koffers. Oh shit, die koffer is zwaar. Hij valt naar beneden. Holy shit. Gaan we naar beneden in het water? We moeten wel. Ik ga hier doorheen. Springen met spatie. Mooi, dan weten we dat. Ja, ik weet dat we met spatie springen, maar... Waarom moet ik... Oh! Gordon? Hey! Ik ben ongedeerd, dat klopt. Hold on a sec. I'll get you out of there. Ze haalt me eruit, mooi zo. Pak me bij mijn armen, kom. Oh. Kijk, een gravity gun. Die zijn heel sterk. Je gaat zien wat ermee gaat gebeuren. Let op. Stand back. Achteruit, oké. Okay. Oh, daar achteruit, oké. Okay. Doe maar. Oeh. Nou, agressiviteit, mevrouw. Ja, geef hem maar hier. Hoppakee. Ja, dat was ik al van plan. Klopt. Yes, dankjewel. Oh. Wat was dat net? I know. I shouldn't have worried. La 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 la. Oké, de combine zijn ons niet vergeten. De combine zijn de combine soldiers, mensen. Kijk, deze gravity gun kan je dingen oppakken en wegschieten. Moet me een klein beetje denken aan Portal. Vind je niet? Heel klein beetje. Open! Kun je hier nog wat dingen vinden? Naar het White Forest. Naar het White Forest. Dat is zo Nederlands. Dat is niet normaal. Wow. Holy shit! Oh my god. The Citadel. Ja! Wat gebeurt er? Ik weet niet. Maar ik gooi er een doos naar. Oké, bijna raak. Ik ga het met deze proberen. Nee, sorry, het lukt me niet. Wat is er? Wat hoor je iets? Hoor je iets? Wat hoor je? Wat, waar kijk je naar? Heb je staar? Heb je staar? Ik zie het, je hebt staar. Holy fuck! Portal storm? Holy crap! Oké. Okay. Je had die scheet nooit moeten laten. Dit is niet goed. Die scheet voortaan in jou. Nou ja, misschien ontplof je dan. Ik weet niet. Ja, ik ben oké. Jij ook? Oké. Niet! Ik ga schijnen in je gezicht. Ik ga schijnen in je gezicht! Trouwens, mensen. Gisteren, de wedstrijd. Nederland. Ik wil het er toch even kort over hebben, hoor. Prachtige wedstrijd. Ook al had Chili wel heel veel balbezit. Dat was ook duidelijk te zien. Nederland speelde echt slecht. Echt heel slecht. Nederland was gewoon niet Nederland. Maar op een gegeven moment nog even nog die net die laatste goal aan het eind van de minuten. Ik vind het prachtig. Ja, toen kon je hem echt... Nou, niet opveren. What the fuck is dat? Holy crap. Oké, hier zitten heel veel zombies. In de hoop dat ze niet levend worden. Want ik pak deze cirkelzaag. Safe haven, it ain't. En ik kan je vermoorden met deze zaag. Dus kijk maar een beetje uit wat ik ga doen. En er komen monsters. Oh. Oeh, ik dacht of zij ik zo me dood. Zombies. Ik gooi een ontploffingsding. Achtig. Ik ga er nog een gooien. Er komen er nog meer. En er komt er nog een. En ik ga ze schieten zodra ze op me afkomen. Nog meer. Oh, er komen allemaal monsters en ik weet niet wat dat zijn, want ik zie het niet goed. Oh, daar, oké. Oeh! Oh, zoveel monsters! En ik heb geen kogels. Heb ik nog van die ontploffing? Ik gooi een doos! Dat is sterk. Dozen zijn sterk! Ik gooi nog meer dozen.
Oh, ze worden aangevallen. De zombies worden aangevallen door de andere monsters. Oh! Die heeft een granaat. Zelfmoord. Goed zo. Suicide. Ik pak mijn zaag weer. Ik ben veilig met de zaag. Wat kunnen we hier doen? Half-Life 2. Voor de mensen die het niet kennen, schaam je. Half-Life 2 is een prachtig spel met puzzels en allerlei dingen. Zombies, monsters, schieten, avontuur, racen. Alles heeft Valve gemaakt in deze game. Waar is mijn zaag? Waar is mijn cirkelzaag, mevrouw? Jij bent verstopt! Oké. Okay. Deze is voor jou en jij blijft er zitten. En ik hou je in de gaten, meid. Ik weet hem nog. De bekende gnoom. Er is een achievement. Als je deze gnoom meeneemt naar het einde van het spel. En je zet hem in een glazen bol. Krijg je een achievement. Maar dat gaan we niet doen. Deze kan me gestolen worden. Deze stomme rot. Kabouterplop. Hoppakee, opzouten. Wat moeten we doen? Wacht even. Ik geef die stoel even aan. Dan kan ze daarboven zitten. Heb ik geen last van. Hou die stoel daarboven. Kom maar op, stoel. Oh, god. Nee. Blijf. Blijf. Blijf daarboven. Nee. Blijf daarboven. Flesje. Blijf daarboven. Kom op. Moet het ding pakken. Blijf daarboven. Oh, weer als je naar beneden kwam. Ik pak ook gelijk die melkkan. Wat zijn dit? Oh, ja. Stroomvoorziening. Alsjeblieft. Oké, we kunnen eindelijk door de deur. Nou, dankjewel, meisje. We moeten door de deur. Gaat ze me volgen? Nee, je gaat hier niet heen. Terug, jij. Ja, we moeten naar White Forest. Dat klopt, dat is onze missie. Oké, laten we dat gewoon doen. Oh, het is donker hier. Supplies, die moeten we hebben. Supplies. Ik hoor enge beesten. Waarom hoor ik enge beesten? Hier kan ik niet doorheen. Waar kunnen we doorheen? Hier zo. Oh, shit. Schiet! Schiet! Ik heb geen kogels! Jij moet alles schieten. Ik niet. Ik moet... Oh. Wat zie je? Oh, daar weer zo'n beest. Smeerlappen, zeg. Kunnen we daarheen? Kunnen we die niet slopen? Slop het. Kom op. Inderdaad. We moeten hem wegzien. Gravity. Tjoh. Jongens, je moet echt serieus. Maar... Oeh. Ik had een mod geïnstalleerd. Een cinematic mod. Die was serieus 10 gig. En met installeren nam die 40 gigabyte in beslag. 40 gigabyte. Dat is van, nou, dat is wel echt... Oeh! Dat is wel heel veel. Hoppakee! Grote mond. Hè? Nice. Problem solved. Wauw. We zijn hier buiten. Wat kunnen we doen? We kunnen hier naartoe kijken. Wat een mooie mijn. Oh, daar liggen wel van die beesten. Ik vertrouw het niet. Waar moeten we heen? Waar moeten we heen? Ik ga hier naar boven toe. Oké, dit is de shortcut. Oké, prima. Oh, weet je, gaat leven, hè? Stomme, rare beest. Waar zie jij beesten? Zij moeten hier ook komen nu, anders ga ik dood. Goed zo, nu zijn we veilig. Ik blijf bij jou, jij schiet. Ik doe het alarm en jij schiet. Oké, ik klink naar boven. Is dat goed, Alex? Oh, shit. Ik ga vast verstoppen. Doei, Alex. Kan ik hierin? Kan ik hierin? Oh, yeah! Ik ga hier naar binnen. Wat is hier? Ho! Oh. What the fuck was dat? Wat? Oh shit, ik vertrouw het niet. Moet ik hier wat doen? Mooi zo. Oeh! Holy shit! Zag je dat ook? Oh, er loopt iets rond hier. En ik ben niet blij wat er nu gaat gebeuren, maar... Oh! Oh my god. Laat hem maar gaan. Als wij maar veilig zijn.
has come. Ah, the free man. I am pleased to see at least you are unharmed. But the Alex Vance, her condition is grave. Is she dead? Holy shit. Thanks. Wie ben jij? Her will require more than I alone can conjure. Let me summon my kin. Je doet maar. Waarschijnlijk zeggen ze dat ik een homo ben. My kin will meet us at a sheltered location beneath the surface. We must move. Oh, mooi hoofd. Ik zie je hoofd van binnen. Wat een mooi hoofd heb je. Je bent helemaal leeg van binnen. Je bent hol. Ik hou niet meer van je. Waar moeten we heen? Let us hurry, Freeman. Ik denk hierheen. Help awaits us in the mines. We must hasten. Her state is delicate. Oh, ik hoor die beesten en ik heb geen wapen. Ik vind het echt vreselijk dit. Je moet toch wel een wapen hebben of zo? Kunnen we hierin? Oh. Leuk, we zitten nou met een crossbow in deze levels. In deze mijn verstopt laden. Jullie zien het niet, maar hij moet laden. Ja, regen. Oké, okay, we gaan weer verder. Hij moet even laden. Dat mag altijd. We zitten nu in de mijn. Mijn. Nou, jongens. Dit was het kleine stukje wat ik speelde voor Half-Life 2. Ik beloof volgende keer weer plechtig door te gaan met een nieuwe Goat Simulator. Dus houd het kanaal Biotown in de gaten. Kijk op mijn eigen kanaal voor Goat Simulator en andere leuke games. Ik ben sinds kort weer terug van Disneyland. Dus ook zeker even leuk om even de tripjes te kijken. Doei doeg!